Welkom, fijn dat u weer kijkt. De tweede dag van de Emon Connect. We zijn er weer bij, Vastgoed TV. Bij mij weer Sabine en Frans. We hebben het er eventjes over gehad, wat voor ons toch wel een beetje een overkoepelende term was vandaag, was context. Sta stil bij de situatie waarin jouw klant zich op dat moment dat jij hem probeert te bereiken, waar die dan in zit. Sabine, wat heb jij hier? Klopt, wij hebben het gisteren ook al een aantal keer gehoord en dat is video. Wat we vandaag voornamelijk hebben gehoord is Facebook Live. Daar gaat voornamelijk over dat je op het juiste moment bij de juiste persoon binnen weet te komen. Video's werken, foto's werken, het werkt allemaal. Maar durf gewoon een keer iets anders te doen. Dus inderdaad, probeer Facebook Live. Het is ook uitgekomen dat daar over het algemeen meer op wordt gereageerd dan op normale video's. Meer engagement. Ja, ja, ja. Precies. Ja. Dus probeer het gewoon uit. Ja. Hè, als je inderdaad, als het niet werkt, ja, dan werkt het gewoon niet voor jou. Maar nee, probeer het gewoon wel uit. Want hier in Amerika loopt het echt storm. Dus, ja. En het is vooral een goede tactiek, omdat als je over timing gesproken, omdat Facebook nu de gewone posts van bedrijven een beetje weert uit de tijdlijn. Ja, het algoritme maar, inderdaad is ja, veranderd. Maar ja, omdat Facebook Live krijg je veel engagement. Dus dan sta je erin. Juist. Goeie precies. Timing. Ja. Frans. Nou, wat ook regelmatig langskwam is het woord referrals. Ja. Aanbevelingen. En wat mij pakt, soms pakken me hele simpele dingen. Wat wij in Nederland nauwelijks doen en hier dat ze veel meer doen, is dat je soms gewoon, als je nou een klant waanzinnig goed hebt geholpen, dat je dan die timing pakt waarvan die klant heel blij is. Ja. Dat je die timing pakt om die klant te vragen van, is er nou nog iemand anders die wij kunnen helpen? Ja. Hele simpele vraag, waardoor je een hele automatische aanbeveling krijgt. En dat kan ook wel zijn als het gaat om helpen, dat je dan misschien collega's uit je netwerk of andere soorten leveranciers, dat je daar ook nog waarde voor toe zou kunnen voegen, ja, omdat zij die klant weer kunnen helpen. Ja. Dus ook een andere vorm van referrals. Ja. Wat mij ook opviel, want we hadden vanavond in dat Holland Home natuurlijk Matthew Shadbolt, ja, van een oude Corcoran groep, ja, en nu van de Imland groep, ja, die gewoon ook zegt van ja, wij zijn ook maar heel simpel begonnen met een prikbord te maken. Daar hebben we een foto op gedaan van klanten en we zijn eens ons gaan realiseren wat die klant daadwerkelijk wil. Ja. We hebben die klantvraag hebben we opgeschreven, allemaal onder elkaar. Dus iedere dag zijn we een stukje content gaan maken. Als je dat gewoon een hele hoop dagen achter elkaar doet, iedere dag 2 of 3 stukjes, juist, dan word je eigenlijk veel klantgerichter. Je bouwt aan een onderscheidende propositie en je wordt door de klant veel waardevoller gevonden. En dat zijn van die hele simpele take-offs waarvan je denkt, ja, waarom doe je het niet? Ja. Go for it. Ja. Ja. Seize the opportunities. Ja. Dat is het thema van Inman. Ja, eens. Ja. Volgens mij dekt dat wel zo'n beetje de lading. Je moet er echt bij zijn de volgende keer om te snappen hoe belangrijk dit allemaal was. Dank jullie wel. Ja. En ik zie u morgen. Tot de volgende keer. Hoi.